Breda Nu. Je weet het meteen. De bal rolt weer. Deze week is het nieuwe seizoen van de NAC Old Stars van start gegaan. Meer dan 100 voetbalsenioren kunnen elke woensdagochtend bij verschillende clubs in de gemeente Breda weer aan de bak. Voor de mensen die het niet kennen, wat houdt NAC Old Stars in? NAC Old Stars project, dat gaat eigenlijk met name, staan twee dingen centraal. Dat is enerzijds het gezondheidsaspect. Dus mensen weer in beweging krijgen op een verantwoorde manier. Want het is walking voetbal, speciaal aangepast op 60-plussers. En daarnaast ook mensen die eventueel wat eenzaam zijn, die mensen verloren hebben. Om die toch een beetje uit het sociaal isolement te trekken. Hoe bent u zo terechtgekomen bij de NAC All Stars? Ik was bij vier. Voor ook van ouderen. En die gingen overal naartoe. En ik vond dit een heel leuk item, dus daarom ben ik erbij gekomen. Merkt u dan ook dat bijvoorbeeld met de mensen die u heeft leren kennen, dat u daar ook naast NAC Old Stars ook mee opschiet of contact nog mee heeft? Ja, zeker. Ja, wij hebben een vaste groepsapp. En als ik er helemaal niet uitkom, dan vraag ik van, wat betekent dat? Bijvoorbeeld net als hier, ik ken Breda niet goed. Ik kom zelf uit Tilburg, dus vandaar. Wat zijn nou veel voorkomende blessures bij deze leeftijdsgroep? Zoals net ook was bij presentaties was bekend, maar heel veel bekende blessures zijn vooral lyse. We hebben net ook een oefening voor gezien om die op rek te brengen. En hamstrings zijn zeer gevoelige regio's voor spieren. Daarnaast het gewricht, de enkel is altijd dubieus bij voetballen. Zeker ook bij walking voetbal nog steeds. En zijn het nou nog wel een beetje sterke kerels of merk je wel dat ze wel snel pijntjes hebben steeds? Het zijn zeker sterke kerels. Het zijn mannen die gewoon gepensioneerd zijn en die nog iets willen doen met hun tijd. Die gewoon lekker sportief willen zijn en nog met mensen in contact willen komen. En die komen hier gewoon lekker om een balletje te trappen. En het kan soms echt fanatiek eraan toe gaan. Zeker als ze onderling een wedstrijdje gaan spelen. En u komt uit Tilburg. Gaat u nu ook de overstap maken naar NAC dan als supporter? Alleen, ik blijf bij NAC. Ik blijf bij NAC. Ik moet heel zachtjes zeggen, maar nee. Ja. Ga daar staan. Breda Nu. Je weet het meteen.